het maatschappelijke leven zijn ze perfect geïntegreerd. Daarom Heracles voor de Stadsprijs. Ze zijn terecht genomineerd. Dankjewel voor Spiegelberg. En natuurlijk Tom Kluipman zijn heel benieuwd, maar hier komt dan de ontknoping. Stadsprijs 2015 is gewonnen door Heracles Almelo. Heel gefeliciteerd met deze Stadsprijs. Hadden jullie het een beetje zien aankomen? Nou, dankjewel. Nee, we hebben het niet zien aankomen. Er zijn een aantal goede initiatieven genomineerd. Wat wel heel leuk is. Kijk, op het moment dat je hem nu mag krijgen. We hebben een nieuw stadion geopend. We doen al heel veel. Heel lang voor de regio eigenlijk. Niet alleen voor de Almeloers, maar voor de hele regio. Ja, dan is dit een fantastisch mooi moment. En als je dan toch eentje mag winnen, dan is de 10e ook wel een hele mooie. Hebben jullie al een mooi plekje voor het kunstwerk? Nee, we hebben er nog niet over nagedacht, maar het zal ongetwijfeld een mooi plekje gaan krijgen in ons nieuwe stadion. Dus dat komt zeker goed te staan. Jullie waren zo sportief en zo aardig om het geld weg te geven aan de andere twee genomineerden. Hadden jullie daar van tevoren al over nagedacht? Nee, hadden wij niet van tevoren over nagedacht. Maar ik moet er wel zeggen, van, ja, op het moment dat zoiets gebeurt en je ziet de initiatieven nogmaals voorbij komen, ja, dan heb je wel zoiets van, joh, ja, dat zijn toch prachtige initiatieven ook. Nou, en dan maar liever 3 winnaars. Want ja, we hebben gewonnen, maar dan hebben zij ook in geldelijke zin absoluut... ja, en ik vind ook dat ze eigenlijk winnaars zijn. Dus we hebben het mooi verdeeld en ja, ik denk dat dat prima is.